Hey, welkom bij de video. Vandaag weer een spannende video. De laatste tijd is het sowieso erg spannend. Maar voordat de video begint wilde ik even zeggen wat ik altijd doe. Dank jullie wel voor de support de laatste tijd. We zitten inmiddels echt bijna op die 100.000. Ik blijf het zeggen, maar nu komt het toch wel echt akelig dichtbij. Dus check zeker even of je bent geabonneerd. Kleine moeite. En laat even jouw theorie achter van wat jij denkt dat er kan gaan gebeuren in de toekomst. En ja, dat is het eigenlijk wel. Dus gewoon veel kijkplezier. Daarnaast heb ik ook een vriend meegebracht. Het staat op een maand buiten. Ja, die zag ik al. Ja, ik ken hem niet, maar... Heel bekende artiest hier in Roeve. Kijk hè, dat is een heel lang verhaal. Uiteindelijk, Emilio is de begeleider van 323. 323 is geïnfecteerd met Titan. Was een oud medewerker van Edward Nygma, aka de Riddler. Hij is oud-collega 323. Ja. En die is door die de Riddler is compleet doorgedraaid. Wat komt er dan nog voor nuttigs uit zo'n 323? De surgeon die kan sowieso bloedafname doen. Dat zou en als we 323 kunnen redden, kunnen we ook Mason redden. Destijds is er een interactie geweest dat plakkers gestolen geld van de darmes kwamen leveren. Daarbij... Sorry, plakkers? Wat? Geef me helemaal mee. Hey. Je laat hem met rust. Je laat hem nu met rust. Laten we hem dit niet doen. We gaan dit niet meer met de Riddler doen. Die gast die krijgt alleen maar meer info over ons. Die zorgt Hallo, dat wij te veel kunnen doen. Dat is ook het hele ding. Wij zijn zijn informanten. Daarom, eerst volgende keer dat ik hem zie. En ik heb een pistool bij me. En we Surgeon, weten genoeg. Hallo? Oh, domme. Plakkers, het is ongelooflijk. Ik word weer door anoniem gebeld. Okay. Maar blijf wel rijden. Hallo? Zeg nou wat. Thanks, jij hebt mijn nummer. Ik kom naar help? Okay. BB, thanks as well. Help! Waar ben je? Ja, dat kan je niet zeggen. Kan je locatie sturen? Stuur locatie. Dit is Edward. Stuur locatie. Hé, hey, ik had die gekke dingen staan aan de telefoon. 323? Nee, die zombie. Mm-hmm. Ik hoorde alleen maar een help. Ik kon help eruit verstaan. Maar ja, hè, dat ding heeft een paar keer op me geschoten, althans in de lucht. Mm-hmm. Dus ik zei maar, stuur maar locatie. En waar is hij? Ja, ik weet niet of je locatie gaat sturen. Dat is het ding. Help. Ik zei help, meer niet. Help kon ik eruit halen. Misschien de oude locatie. Wie is dit? Is dit... Dat is hem. Onze man, de surgeon. Hier kunnen we niks bespreken. Nee, prima. Wat doen we met dat belletje dat ik kreeg? Zal het Mason kunnen zijn? Ik weet het niet, man. Ik weet het niet. Hij zei help. Ik zei stuur locatie, want praten kan hij niet. Ik ga hem niet helemaal volgetankt. Nee, prima. Zullen we er langs rijden? Kijken. Ja, laten we even kijken. Ja, waar we net waren. Met de Riddler. Voorzichtig. Okay. Zou de politie zijn? Nee, natuurlijk niet. Nee, er is ook niemand. Hey, Emilio. Stap in. Yo. Hey, Emilio. Jou ken ik nog niet. Ik heb veel over je gehoord net. Zo'n outfit. Ja. Ik heb snowboots aan voor vandaag. Je hebt snowboots aan voor vandaag. Nice. Hey, jij, ik kom even gelijk te zaken. Jij hebt contact met 323, hoor ik? Ik ben zijn begeleider. Je bent zijn begeleider, top. Oké, dan kunnen wij mogelijk zo met hem afspreken. Ja, ik ben net gebeld. Hij zit weer in de kliniek. Hij is teruggebracht laat. Ja? Ik moet hem straks weer een dagje eruit halen en even in de gaten houden. Dus we hebben een dagspeling. Top, en daar kunnen wij mooi gebruik van maken. Yup. Is hij een beetje te controleren, of? Nee. Hij spreekt slecht Nederlands, hij spreekt een beetje een babytaal en hij doet alles wat hij zelf zin in heeft. Dus we moeten het even een locatie doen waar hij ook even niet weg kan. Dat stel, nee, want hij pakt sowieso gewoon een auto en hij rijdt weg zonder enige kennis van rijbewijs, zeg maar. Hij rijdt gewoon. Kennen wij een locatie, jongens, hiervan? Waar we hem even kunnen... Dat zal waarschijnlijk wel lukken. Top, goed zo. Maar is 323 aanwezig dan? Ja, hij wordt zo eerst getransporteerd naar de kliniek en dan kunnen we hem ophalen. In het ziekenhuis is dat. Oké, top. Prima. Dan gaan we even wat info halen. Want hoeveel weet Willem? Hoeveel weet Emilio van alles? Niks. Ik heb een dossier, maar... Ja, nee, zeg maar, laten we het zo zeggen. Ik weet het deel van hem gebeuren vanaf de explosie tot nu. Weet ik zo'n beetje alles. Alleen niet natuurlijk, waarschijnlijk wat jullie weten, de echte... Hoe ver ben je uit? Nee, prima. Prima, de juice. Oh, deze bril zit echt niet lekker. Ik zie ook niks, maar het staat me wel goed. Oh, daar is hij. Oh, daar heb je hem. Vind ik wel. Waar is hij? Ja. Oké, dan moeten we weer weg. Gaan we nu weg. Ja, precies. Willem krijgt alleen maar berichtjes van mensen. Hey, Willem, alles goed. Kijk, dit noemen we parkeerskills. Dat doe jij vaker. Oké, jongens. Even te zaken. Even te zaken, weet je?
Ik weet niet wanneer jij je moet ophalen uit zijn instelling, Emilio. Ik krijg zo'n belletje als het goed is, ieder moment. Als het dan zover is, dan ga ik wel met jou mee. Dan gaat de rest even een locatie zoeken. Kijken, misschien wat ophalen om vast te binden. Als het echt nodig zou zijn. Voor de rest ook spullen ophalen. Ik neem aan dat het niet nodig is. Maar... Is het goed als ik ook mee ga met ophalen? Wat moet jouw regen nou, Jerry, ineens? Ja, ga maar mee. Je kan mee. Ik ga wel mee. Oh, god, jongens, met die paraplu. ik ga wel mee met ophalen. Ja. Anders wordt het in één keer een heleboel nieuwe gezichten. Kan Emilio een beetje rappen onderweg? Wacht, Emilio. Ja. Hij weet in ieder geval, of hij vindt Willem een superheld. Hij wil een voorbeeld, of ja, hij neemt een voorbeeld dan. Nee, ik zeg wel dat we Willem, gaan ontmoeten. Oké, laten we dan dat gelijk, is hij er al of... Hij zal een belletje krijgen, ik heb een telefoon. Dan wachten we even op het belletje. Ze zeggen dat hij klaar wordt gemaakt voor vervoer. Dus ik kan hem ongeveer over 5 tot 10 minuutjes ophalen, zegt ze. Top. Maar hij heeft net zijn hele bed onderge... Dat moet ze eerst even opruimen en hem even straf daarvoor geven. Nou ja, als die dingen... Wat gebeurt er? Waar moeten we ons op voorbereiden? Wat doet hij? Hij heeft meerdere malen agenten vermoord met zijn handen. Of met zijn handen? Of met een mes. Okay. Hij kan je auto stelen bijvoorbeeld. Hij scheldt mensen uit. Hij rent gewoon weg voor je. Is er iets kalmerend? Ja, dat weet misschien... Dat weet Nick misschien niet. Wel een idee. Kunnen we niet zeggen tegen hem dat hem... naar een klein medisch onderzoek gaat of zo. Ik weet het niet, ik weet niet hoe hij daarop reageert. Maar... Nee, hij kan daar echt niet tegen. Nee? Nee maar dan kunnen we dan toch doen dat hij Willem gaat ontmoeten en dan doen we het daar gewoon. Ja, dat lijkt me het beste, aangezien dat Willem dan, een superheld van hem is. Als je wilt kan ik je propofol toedienen om in een diepe slaap te brengen voor een paar minuten. Ja, laten we hem gewoon wat eten geven. Willem, als jij hem wat eten geeft, zeg jij, dan word je net zo sterk als Willem. Of zo, weet ik veel wat. En dan eet hij het en dan zit er wat in. Ik kan er wel een paar morfine tabletten, gaat hij ook een beetje wakker van worden. Doe dat maar, iets. Ik weet niet hoe dat reageert, want hij zeg maar, zit tijd er nog in hem bijvoorbeeld? Ik denk het wel. Hoe werkt dat? Zit dat in hem of word je dan gewoon hem aangetast? En dan is het er later uit je lichaam, maar dan ben je gewoon helemaal fucked up. Als het goed is, blijft het in je, dacht ik. Blijft ik denk dat Titan er niet meer uitgaat tenzij er iets van een tegengif komt wat op het moment niet publiek niet toegankelijk is. Tenzij de Riddler is. Wij één wagen, niet te veel. Vraagt veel aandacht. Ja, ik precies. Moet die tabletten wel nog gaan halen dan die morfine tabletten. Die heb ik niet standaard bij. Dan stel ik voor dat hij nu vertrekt. Stel dat het is, dan kan je nog wat in de porto praten. Ja. Ja. Al die verder auto's. Porto weinig gebruiken. Hetzelfde natuurlijk. Ook, hè? Zelfde auto's telkens. Nou, heren, tot zometeen. Tot zo. Tot zo, Nick. Wacht, hebben we een locatie waar we hem naartoe brengen, of niet? Nee, die gingen jullie zoeken. Dus, dan gingen wij naar Nick ophalen, of de 323 ophalen. En terwijl wij dat doen, gingen jullie locaties zoeken. Dat was het ding, jullie met z'n tweeën. Ja. Okay, ik neem Emilio mee en ik neem Marcus mee. Ja, we kunnen langzaam die goed. Kant op. Dan gaan we Blanco en doe ik een locatie met één ingang, één uitgang. Want dan kunnen we het makkelijkst... Ja. En zocht dat niemand je volgt? Dat komt wel goed. Kom, dan zijn we weg, want ik word para van die auto. Ja, die prima. Okay, gaan we in mijn auto of in jouw auto? Willem, neem mijn auto maar. Neem mijn auto maar. Dat vinden we dan mooi. Willem. Nice. Oké, dan gaan wij nu 323 halen. Heeft hij ook een naam? Want hij 323, dat is zijn nummer dat hij gegeven heeft. 323 is zijn naam. Dat is zijn naam. Denk ik. Ja, ik neem aan dat hij niet zo echt heet. Hij had eerst wel een naam, die ben ik even vergeten, maar hij is nu 323. Dr. Peter Smith. Dat was hem, Peter Smith, ja. Peter. Hallo, ja, Peter. Oké, top. 323 is uit bed gehaald. Oké. Zijn bed is schoongemaakt. Alleen hij heeft net een verpleger tegen de grond gewerkt. Ja. Hij weet echt niet van stoppen. Hij is er. Oké. En hij rent door de gangen. Oké, dan moeten we hem pakken. Yep, let's go. Oké, we kunnen gewoon erop duiken en... Gewoon erop duiken? Oké. Ja hoor. Hij hoort je rechts rennen, zei je? Nee. Volg mij maar. Hij is op zijn afdeling. Oké, we gaan nu 323 ophalen. We gaan nu 323 ophalen. Waar is hij? Klinische afdeling, hè? Klinische afdeling. Klinische afdeling, oh jee. Nou. Waar is hij? 323. Update over 323, hij rent door de gangen, ja? Laat Emilio maar roepen en het woord doen, Piet. 323. Yo. Dit is kamer 3. Hallo. Oh. Hey, 323. Hiya. Hoe is het, jongen? Ja, het gaat helemaal goed, hè. Ja, wat ziet er weer goed uit. Oké, ja, stap maar uit bed. Wat? Kom maar, ja, helemaal goed, kom maar. Oké. Okay. Ja, kom maar. Aangenaam. Hoi. Stel je eens even voor. Hallo. Oh, dit en dit. Sorry. Dit en dit. 323. Aangenaam, ik ben Marcus en dit is Piet. Hoi. Wij gaan vandaag wat leuks doen. Oh. Wij gaan Willem Hunt ontmoeten. Willem! Super Willem, we gaan hem ontmoeten. Kom je mee? Oh god. Oh. Hier blijven. Hier.
Ja, nee, C3, kom. We gaan Willem ontmoeten. Hier is ook een winkel. Hier is normaal gezien ook een lift. Oké, we gaan naar onder 323. Blijf hier. Oh, 323, kom. Willem is de andere kant op. Super Willem. Nee. Deze kant op. We gaan super... Oh, hoe snel is hij? 3, 2, 3, rustig aan. Kom. Willem, Super Willem is deze kant op. Volg je mij? Ja, volg je mij? Ja. Oké, kom. Ja, ja. Zie je die mooie auto daar? Ja, daar gaan we in. Daar moet je even nog wachten met ingaan. Maar dan gaan we met deze auto, dit is de supercar, gaan we naar Super Willem. Woe, dan gaan we een super dag hebben bij Super Willem. Kom. Stap in. Hallo. Oh, joh, mijn bal. Van de binnenkant likken. Nee, rustig. Het is goed. We gaan een leuke dag hebben, ja? Wat ga je zeggen tegen Super Willem? Super Willem! Oké, we zijn hier nog steeds bezig met een locatie. Maakt het uit, is het een voorkeur of zo? Moet het een interieur zijn? Nee, wij zijn nu met de personen waar komen. Zodra jullie locatie hebben die kant op. Geef alvast een hint welke kant het is, dan kunnen we vast rijden. Richting de bovenkant van de stad. Noorden van de stad, richting de postkamer. Ja, Willem stuurt zo Piet een locatie. Ja, ga maar geen K3 zingen. Je weet dat we dat niet leuk vinden. Heb je er zin in, 3, 2, 3? Ha! Meer wil! Beppe! Ja, Beppe. Wat? Neppe? Beppe! Weppe, meppe, wat? Beppe! Wat? Iemand, help, vertaling. Beppe! Jij bent degene die er het langst zit omgegaan. Hij bedoelt golven. Goat! Ja, goat. Goat, je nummer, goat. Oh, goat. Goat. Oh, die moet ik rappen. Ik doe wel een klein stukje. Rappen, oh, rappen, goat. Oké, daar komt ie, hè. Klein stukje. Mensen proberen me te dissen, trekken niks van aan. Eén rap gedropt, moet je kijken waar we staan. Young boys naar de top, verder dan de maan. Inca views op mijn eerste pokoe, ik sta boven. Ja, lekker. Hey. Hier is Super Willem. Hier is Super Willem. Je gaat alleen nu wel een beetje stiller zijn, oké? Je gaat niet schreeuwen. Ja, anders wordt Super Willem bang. En je wilt niet dat Willem weggaat. Daar is hij. Daar is Super Willem. Ja, Willem. Superheld Willem, absoluut. Kan je de auto even bij de uitgang zetten? Op slot. Nou, je bent hier gekomen. Grootste fan. Dat is waar. Tijdraker Surgeon moet nog aankomen. Surgeon Wat heb je altijd al tegen Willem willen zeggen? Hem zo lang mogelijk afgelet houden. Ja? Oké. Ja, absoluut. Wil je zelf ook een super? Dan moet er eigenlijk zo snel mogelijk een supermarkt gestoken worden, dat hij heel even rustig is. Ja, we kunnen een broodje geven ofzo. Ja, zorg even dat hij gelijk rustig doet. Okay. Of dat er iets tussen zijn brood wordt geduwd. Ja, op het moment dat Surgeon er is, die heeft het bij zich. Oh, nee. Laat even zien wat je allemaal kan, 323, aan Willem. Precies. Ja, doe eens. Laat even zien wat je kan. Ja, wat kan je allemaal? Oh, nee. Oh, hij lekt... Doe maar niet. Hij heeft letterlijk de band gegeten van je Luma. Van mijn Luma. Oh, dat is mijn auto. Ja, oh. Sorry. Af en toe vraag ik me af wat ik met jou doe. Maar oké. Dit. Ben je er al bijna, Nick? 600 meter. 600 meter, top. Doordoen, Nick. Gas op een lolly zetten. Nee, maar heb je een broodje klaar liggen, Nick? Met pilletjes. Ik heb een broodje. Ja, ja, maakt niet uit. Als jij hem al klaar hebt, leg het goed. Geef het aan Willem. Willem moet broodje geven, anders neemt hij niet. Ja. Wat vind je ervan, 3-2-3, met Willem? Ja. Willem, laat jij even zien aan 3-2-3 wat jij kan. Losjes om de heupen. Surgeon is er, jongens. Nick. Is Surgeon aanwezig? Hij is er. Geef even wat broodje aan Willem. Oh, dit is een super broodje, 3-2-3. Hij een broodje? Je wordt er sterk van. Met verse net zoals Willem. Dit is een super broodje. Dan word je net zo sterk als Super Willem. Wow. Hoe smaakt het? Goed, hè? Okay. Ga even achter hem staan, Piet. Ja, want zeggen iemand even opvangen. Het zijn bijwerkingen van het superbroodje, 3-2-3. Oké. Laat hem maar even, zet hem maar even tegen het ding aan, dat hij gaat zitten hier tegen het muurtje. Ja, heb je mee? Ja, met zijn rug tegen het muurtje even zitten. Zo, en zet hem even zoiets. Ja, dat is prima. Oké. Hier is Willem. We gaan nu jou transformeren tot een superheld. Kan een beetje koudjes aanvoelen. 009 CXM. De Surgeon gaat nu dingen uit Willem halen. Of uit 323. Wat bloed. We hebben de Surgeon nodig, want dan kan hij dat gaan onderzoeken. Dus vandaar dat we dit doen. Misschien nog wel machtiger als Willem. Even niet schrikken, hè. Ik ga even ergens iets duwen. Goed? Als superheld hoor je dit te doen. Ja. Daar word je sterk van, 323. Daar word je heel sterk van. Kom op, je kan het. Dit kan je, 323. Nog heel even. Oké, ik vind het best zielig. Komt allemaal goed. Het komt goed, Emilio. Komt allemaal goed. Spart of the deal.
Oké, heel goed, Willem. Hij valt weg. Oké, jongens, nu die toch even slaapt, kunnen we even praten. Ik zou die tube eraf halen. Ik zou gelijk zorgen voor die bloed. Neem even wat bloed, inderdaad. Ja, ik ga even drie tubes, dat ik genoeg tubes heb. Ja, genoeg bloed. Hij slaapt nu toch. Zo, ga ik de derde erop zetten. Oké, jongens, nemen drie tubes bloed. Nemen van hem af, twee, wat is het? En dan, en dan hebben we het bloed en dan kunnen we de surgeon onderzoeken. Ik ga die meteen in de auto. Kan hij veel meer over Titan onderzoeken. Bijwerkingen van Titan, misschien. Ik hoop het. Ik kan niks beloven. Ik ken heb er zelf gezien niet dat hij banden aan het likken was. Ik weet niet of dat... Banden aan het likken? Ja, hij was banden aan het likken. Heeft die misschien iets van rubber of olie... Drang. Ja. Maar heb jij nog nooit eerder bloed gehad van iemand met Titan? Is dit je eerste keer? Nee, dit is de eerste keer. Er zijn niet veel overlevenden. Ja, dit is heel goed, dit is echt vooruitgang dus. Hoeveel bloedzakjes kan je meenemen zodat het niet levensgevaarlijk is? Ik kan een halve liter aftappen. Jullie willen dat anders doen? Ja. Ik zou zeggen, pak er wat meer van mee, weet je? Pak wat meer en geef hem wel... Nee, daarom. Dat komt wel goed met hem. Zorg dat je wat testdingen hebt. Ja, geen probleem. In de hoop dat hij beter wordt. Ja, ga ik die direct naar mijn plaatsje brengen. Dan gaan we dat onderzoeken. We zijn er maar één stap voor, jongens. Het kan wel even duren voordat ik de resultaten heb. Ik ken het zelf niet. Nu we bloed hebben, dit is een goede vooruitgang dit. Hey, dus, een stap voor inderdaad. Kan iemand, als ik die naald er even uithaal, even een watje op zijn arm houden? Dat doe ik wel, kom maar. Stopt. Heb jij een watje? Ja. Oké, jouw erop. Alsjeblieft. Ga ik de naald eruit halen. 1, 2 en 3. Zo. Hoppakee, watje erop. Hoe lang kan het duren voordat hij wakker wordt? Dosis verschijnt, dus laten we zeggen een klein half uurtje begint het al minder te werken. Dus dan leggen we hem gewoon in de auto of zo en dan blijft Emilio ernaast. Ja, als hij naast Emilio wakker wordt, moet het wel goed komen. Kan ik het watje eraf halen of ik dep even een beetje? Ik zal een plakkertje op doen anders. Yes. Oké, ik ben klaar. Oké, top, we hebben alles wat we willen. Heb je iets waar hij springlevend van wordt? Of, Nee, geef hem zo meteen maar. Hoe lang duurt het nog, denk je? Voordat hij wakker wordt? Half uurtje, zei hij. Dus we leggen hem in de auto. Houden hem rustig. Dat is prima, joh. Dan is hij rustig in de auto. Op het moment dat hij wakker wordt, is hij weer alleen met Emilio. Ik zou zeggen, leg hem in de auto waar Willem in zit. Als hij wakker wordt, zeg maar gewoon dat hij door de spanning. Ik denk dat hij aan het slapen is. Zeg maar dat hij door de spanning flauw is gevallen. Omdat Willem te. Maar ja, ik denk dat we er beter gas op kunnen zetten. We weten niet wat het eigenlijk als echte bijwerking heeft met de invloed van Titan. Zou kunnen dat hij hier binnen 2 seconden terug recht staat. Ja, klopt. Precies. Laten we nou te stappen. Wie rijdt er met 323 nou mee? En welke auto vervolgens? En de G-klasse gaat er mee gereden worden. Met mij. Emilio. Okay. Emilio en 323. Emilio, Hunt, 323. Oké, Willem, jij gaat Piet instappen samen met 323 en Emilio. Willem heeft gehoord, Willem doet. Yes, stop. Oké, Emilio, neem hem mee. En jij gaat zelf nu naar je lab, weet ik veel waar je allemaal werkt. Succes. En dan ga je zo snel mogelijk op de hoogte. Ik weet niet hoe lang dat gaat duren. Nee, maar neem je tijd met onderzoek, doe het voorzichtig. Maar als je iets weet wat echt belangrijk is, laat het ons weten. Laat ik jullie tijd weten. Top, dankjewel. Dat is top. Heren. Hey, succes. Jo. Oké, Jerry? Ja? Waar gaan we heen? Naar mijn appartementje gaat en dan lekker mijn nest in daar. Ja, dat doe ik ook. Maar ja, ik weet niet. Zeker na wat er dit leven zit. Nee, dat snap ik. Ik zou al... Het is aan de ene kant lult hij uit zijn nek, maar aan de andere kant zit er toch een kern van waarheid in, denk ik. Ja, je weet het maar niet, hè, met die man. Je weet het maar niet. Je hebt niks speciaals bij, hè? Waar moet ik je afzetten? Nee, ik heb niks bij me. Ben ik nog ergens voor nodig nu? Nee, voor nu niet. Nee, jullie brengen 323 weer terug naar zijn afdeling en... of weet ik wat jullie nog doen. Die gaat veilig terugkomen. Yes, prima. Hou me even op de hoogte. De surgeon zou ons, zodra hij iets weet en hij is er zeker van, gelijk op de hoogte houden. Die gaat nu het bloed onderzoeken en zo, dus dat is top. Maar ja, ik weet niet wie ik moet vertrouwen. Nee, ik ook niet. Ja, het is moeilijk, man. Ik weet het niet meer. Kijk, weet je, het is aan de ene kant doet Piet ook te goed. Ja. Misschien is dat juist het keerzijde, weet je, Rick. Ja. Ja, maar weet je, het is, we zitten nu te denken natuurlijk. En we gaan bijvoorbeeld op deze manier nu over Piet denken. Maar dat is precies wat de Ritter ook wil, hè. Dat weet ik. Dat we zo over elkaar gaan denken. Maar ik hou wel alle opties open. Ja, tuurlijk. Absoluut, absoluut. Maar we moeten niet iedereen gaan bedenken. Nee, ik ga niet zomaar iemand verdenken. Nee, we moeten alles open houden natuurlijk. Maar wel op rustige mate. Nee. Gekke dag weer. Succes. Ja, zeker. Succes. Ik spreek je wel weer later. Ja, is goed. Ik weet niet wat de volgende stap is. Ik denk dat we nu gewoon moeten wachten op... uitslag. Op uitslag van de surgeon. En dan zien we dan weer verder. Ja, is goed, man. Ik spreek je. Hoi, hoi. Joejoe. Oké, jongens. We wachten op de uitslag van de surgeon. We hebben bloed van iemand van 323. 323 had natuurlijk Titan. Vandaar, jullie kennen het verhaal dat is verteld door Willem. Dus we gaan kijken hoe dat af gaat lopen, als we die uitslag hebben. En dan in ieder geval dankjewel voor het kijken naar deze video. Abonneer allemaal zeker even en dan spreek ik jullie later. Glaasje water, tot ziens, flesje bier. Doei.